Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we eventjes een andere video doen. We gaan een review doen van de David of Coolwater Wave. Ik ga die op mij spuiten en dan gaan we de review doen. De eerste is... Ja, het flesje ziet er al leuk uit. Ik heb het natuurlijk al eventjes gebruikt. Dus ik weet wat de geur is. Jullie kunnen natuurlijk niet ruiken, maar... Ik spuit zo 4 keer. Het eerste riek ik heel erg fris. Het riekt dus heel fris. Het is echt een leuke parfum. Het riekt echt fris. Het flesje is leuk. Het riekt heel erg fris. En je wordt echt herkend. Allee, die geur is heel lekker. En je wordt er echt op door herkend. Oké. Die geur die kost wel 20 euro. Maar dit is een goede geur voor 20 euro te zijn. Dat wil ik jullie duidelijk maken. Zeker naar die geur. Allee, zeker die parfum een keer testen. Voor het herhaal voor het testen. Het is echt een lekkere geur. En fris. En perfecte geur voor in de zomer natuurlijk. En perfecte geur voor eigenlijk voor schoolgaande jeugd. Zal ik het zo zeggen. Het is de perfecte geur om eventjes uit te pakken bij je vrienden. Bij je fix misschien. Of ja, bij je crush. Een keer goed uitpakken met die geur. Het is echt een leuke, lekkere, frisse geur. En het wordt er niet saaier op. Het wordt geen saaie geur, omdat de geur is echt heel erg fris. En het wordt niet saaie de geur. Want wat dat zo fris is, blijft het toch altijd goed rieken. Hij blijft ook redelijk lang op. Hij blijft redelijk lang rieken, de geur. En dat is eigenlijk het perfecte aan die geur, dat hem zo lang ruikt. Sommige parfums die ruiken echt niet lang, dan zijn die direct zo... En dat is een week. En deze zegt, spuit het erop en een halve dag daarna of een dag erna. Zelfs als je die ochtends spuit, riekt je die s'avonds nog. En dan moet je hebben met parfum. Dat je die ene keer applied, dat je die ene keer op je lichaam doet. En dan dat je die nog een hele dag kunt verder ruiken. En dat is dus eigenlijk het ding aan Davidoff Coolwater Wave. Hij ruikt echt heel lekker. Ik zou hem zeker, als deze flesje op is, zou ik hem zeker nog eens kopen. Het is echt een leuke parfum, een frisse parfum. En dat is echt een alledaagse parfum, zou ik het zo zeggen. Sommige parfums die ik hier heb staan, is niet alledaags. Maar deze is echt alledaags. En ja, echt een leuke parfum voor alle dagen te gebruiken. Oké, ik heb hem nu al een paar keer gebruikt. Ik heb hem nu van vrijdag. En ik heb hem al een paar dagen gebruikt. En hij riekt echt fris. En ja, soms had ik hem 's morgens nog riek als ik... Voordat ik me douche. En dat is echt de parfum dat je moet hebben. Die dat je kunt rekenen de hele dag door. En ja, daarmee ga je echt complimentjes krijgen. Zeker halen. De fles van 200 ml kost maar 20 euro in de kruidvat. Allee, als deze video waarschijnlijk gedaan is, kost hij wat meer. Maar normaal gezien 20 euro in de kruidvat. En je hebt een goede bus. Allee, je hebt een goede flesje. En ik noem er heel lang mee. Maar dit was dan zo'n beetje de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is altijd Dylan. En ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Like, abonneer en reageer even beneden wat je van de video vond. En dan zie ik jullie guys in de volgende video maar weer terug. Bye bye!